Shalom, beste vrienden uit Nederland en België. Wat is de situatie in Oekraïne? Wel, de situatie ziet er niet goed uit, zoals jullie ook kunnen zien op de televisie. Met de verschillende bombardementen op de steden, vooral ook in het oosten. Kharkov, Kiev, Mariupol, Nikolaev, Odessa. Sinds de volgende dag is Odessa aan de beurt. Steden waar we in het verleden honderden malen zijn geweest met voedselpakketten. Maaltijd op wielen en wat dan ook. Ook en vooral ook voor de terugkeer. En nu, die terugkeer gaat nog altijd door, maar het is onder extreem moeilijke omstandigheden. We hebben net ook het nieuws bereikt van Rabbi Mendel uit Mariupol. Hij heeft 11 Joden vrijgekregen uit Mariupol. En die zijn nu op een andere veilige plaats. En die worden een van de volgende dagen gebracht naar Vinnytsia. Wij zijn druk bezig nog altijd met onze verschillende schuilplaatsen in Vinnytsia. Er komen nog altijd Joodse vluchtelingen van overal vandaan. 'S morgens kunnen 10 mensen aankomen en 's avonds kan je 40, 50 of 100 mensen hebben. En we verwachten ook in de volgende dag dat er nog altijd meer en meer Joodse vluchtelingen komen. Zoals je weet, eenmaal ze in onze schuilplaatsen zijn, dan brengen ze met onze bussen naar verschillende Moldavische grensovergangen. Vandaar staat er Roemeense bussen klaar en die rijden als het moet 24/7. Telkens met een reisbegeleider van ons mee naar de verschillende plaatsen in Chisinau en Boekarest. We zijn nu aan het proberen, nu de situatie iets rustiger is, proberen we nu bussen uit Kharkov te charteren. 5 of 10 bussen met alle Joodse vluchtelingen die daar weg willen, om ze dan ook naar Vinnytsia te brengen en zo verder. Zoals je weet kunnen helaas de mannen tussen 18 en 60 jaar niet mee. Die moeten beschikbaar zijn om eventueel te dienen in het leger, tenzij je 3 kinderen hebt. Maar de mannen vinden het belangrijk dat indien er iets gebeurt, kunnen ze hunzelf verdedigen, maar dat de vrouw en de kinderen al eerst gaan. We werken onder extreem moeilijke omstandigheden, dat weten we. Maar dan weten we ook dat in deze moeilijke en deze oorlogstijden, dat we er juist willen zijn voor het Joodse volk. Een hand uitstrekken om hen hulp te bieden. En we zien ook, eenmaal ze in onze schuilplaatsen zijn, iets hebben gegeten, een nacht hebben overnacht. Mensen ook tot rust komen. Ze weten dat ze getroost worden in goede handen. En dan vlucht uit het Nederland via een perfecte weg. Alia Highways, ik ben in het Engels bezig. Ah, Alia Highways noemen we het, een heerbaan eigenlijk. Op weg naar verschillende Moldavische grensovergangen. Vandaar naar Boekarest of Chisinau, consul en op evacuatie vluchten naar Israël. Dus op het einde is misschien toch wel het belangrijkste jullie gebed. Dat is brandstof voor ons werk hier. En zonder brandstof gaat het werk ook niet door. Dus jullie gebed voor onze medewerkers, voor onze chauffeurs, voor de bussen, voor veilige ritten, geen pech onderweg. Jullie gebed is als brandstof voor het werk dat we hier mogen doen. Nogmaals hartelijk dank voor jullie gebeden en ook voor jullie bijdrage. En we verwachten alleen maar dat het in de nabije toekomst dat er nog meer busvervoer zal moeten ingehuurd, gevonden worden om te helpen bij de terugkeer. Vlucht uit het Nederland en red u naar Sion. Red u naar Eretz Israël. En dat is waar we eigenlijk al 25 jaar eigenlijk mee bezig zijn. Maar nu staan de knipperlichten echt op rood. En we hopen dat het ook we hopen dat we ook de laatste exodus uit het Nederland mogen afsluiten binnen enkele maanden. En dat dan ook, zoals de Bijbel voorspelt door de profeten, de rest van de wereld mag volgen.